Dirk Muis, verdienen jullie vandaag meer? Poeh, dat is uh, lastig zeggen als je drie keer terugkomt uh, van een achterstand. Uh, gevoelsmatig, misschien wel, maar ik denk, ik denk dat uiteindelijk dat er een gelijkspel uh, voor beide partijen uh, terecht is. Mijn gevoel zei net na de wedstrijd wel dat, dat we uh, in, in het overal de, de bovenliggende partij waren en, en, en meest recht op de kans hadden. Maar ik kijk er natuurlijk ook niet neutraal naar. En, en misschien heeft Berkham juist wel het gevoel dat zij uh, te weinig hebben gekregen. Dus, de neutrale toeschouwer geeft toch ook wel aan van dat het een terechte uitslag is. Hebben jullie het in de eerste helft in principe al wel laten liggen? Nou, ja. We geven misschien de goals de, te makkelijk weg. Hè. Je komt vlak voor, dus kom je op 2-1. Dat is wel heel erg zuur. In de fase wij we eigenlijk na de panel... want hè, ze krijgen een gigantisch goede kans op de, op de 2-1. Maar die keer daan geweldig. En dan heb je het moment dat we even uh, zelf wat kansen creëren. En dan is het dan heel zuur dat je eigenlijk met, met 2-1 uh, de, de, de kweekkamer in gaat. Ik had het gevoel dat we het eerst al vooral voetballend uh, het heel erg goed deden. Goed de zijkanten benutten, uh, dreigend waren. En natuurlijk in de omschakelmomenten waren zij heel uh, gevaarlijk. En, maar, maar ik vond het meer uh, on, onze eigen onoplettenheid, niet aletheid. Uh, in, in het verdedigen waarin we hè, als team, collectief, uh, waarin we in de omschakelmomenten even uh, ja, de, de goals uh, toch wel te makkelijk uh, weggaven. En, en, en overal in, in de eerste half zelf uh, creëren we best wel een aantal goede kansen waar uh, ja, we misschien wel iets meer in gezeten om op voorsprong te komen. In plaats van drie keer terug moeten komen van achterstand. En hoe komt het dat jullie zo makkelijk doelpunten tegenkrijgen? Ja, hoe komt dat? Uh, ja, als je kijkt naar de achterste linie, zijn de jongens die, die allemaal een mannetje wel kunnen staan. Uh, een mix van, uh, van jonge jeugdige spelers met, uh, met een stukje ervaring. Uh, ja, uh, Moeilijk om daar zo alle minuut zo de vinger op te leggen, want uh, dat, dat is niet alleen de achterhoede. Ik bedoel, uh, je krijgt goals tegen uh, als collectief en je, en je maakt goals als collectief. Dus ja, ik vind niet dat je daar echt iemand specifiek voor aan, aan kunt wijzen die echt uh, gruwelijk in de fout ging. Jullie gaan vandaag wel het publiek uh, reden om uh, tot het eind te blijven staan hè? Ja dat is goed opgepakt of niet? Ja, nee, nou, ja dat is mooi toch en, en ik denk dat iedereen wel uh, ook al wil iedereen natuurlijk graag winnen dat we wel een vermakelijke wedstrijd hebben gehad. Uh, we, we gingen ook vol voor de voor die overwinning. Hè. Frank Kuurman komt erbij in, die maakt dan ook de goal. Uh, ja, je ziet dan ook dat de beleving ook komt. Er. Het, was ook, het was ook gewoon een, denk ik, een hele mooie wedstrijd voor, voor de toeschouwers. Hè. Er gebeurde van alles. Uh, goals, panels, bal op de lat. Nou, drie, vier, vijf keer denk ik wel deze wedstrijd. Uh, kansen over en weer en uh, en, uh, ja, gewoon verder duels, dus ja, het zat er gewoon in. Dus ik denk dat we al genoeg reden om om te blijven staan. Ja, is, die, is die strijd die jullie uh, in de laatste fase hebben laten zien, uh, iets om uh, op voor te beduren uh, de komende weken? Ja, dat lijkt me wel. Kijk, uh, uh, iedereen schrijft erover dat we, dat we wisselvallig zijn. En dat is ook terecht. Ook, hoor. en, en uh, De één roept weer: ja, we zijn geen team. Uh, maar als je denkt dat heel, dat heel vaak gaat roepen, dan ga je er zelf ook in geloven. Uh, wij moeten het gewoon op het veld laten zien dat we, dat we een team zijn. En ik denk dat we vandaag dat hebben laten zien.